Vallen jullie eigenlijk een beetje op dezelfde vrouw? Het geheel niet. Ik zou bijna zeggen gelukkig niet. Want het was niet makkelijk voor ons van tiener af aan om daar open over te zijn. We zijn opgegroeid in Oostzaan, toch ook in een beschermde omgeving. En onze moeder vond het moeilijk om twee dochters te hebben die allebei niet met een man thuis zouden gaan komen. Ik kan me herinneren dat toen ik dit haar vertelde, dat ze zei, ik heb het je al eens willen vragen, maar ik wilde je niet beledigen. En dat zegt natuurlijk wel iets over... Heel ouderwets denkbeeld. Precies. Ik heb zelf wel gedacht, ik weet dat ik een lesbische vrouw ben, maar als ik nou maar heel vriendelijk ben voor iedereen, een goede volleybalster ben en een goede politievrouw, dan is dat niet zo erg meer. Dus ik heb wel het gevoel gehad dat ik iets moest compenseren wat niet goed was. Ik denk dat onze moeder zich ook heeft gerealiseerd dat je als lesbische vrouw altijd overal ter wereld te maken zou krijgen met oordelen en vooroordelen. Niet geheel onterecht. Nee, zeker niet. Dat ze dat dacht. Precies. Ik geloof dat er nog steeds 7 landen in de wereld zijn waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. Ja. Moet je voorstellen dat daar je wichtje staat. En dat je er dan achter komt wat je voelt.